Jeffy Gouwleeuw, gefeliciteerd. Dat was een bijzondere week voor je. Ja, zeker. Dat kan je wel zeggen. Mijn vriendin was 6 januari uitgerekend. Dus we wisten van tevoren al dat het misschien moeilijk zou worden om mee te gaan op trainingskamp. En 3 januari is ze bevallen. Dus kon ik uiteindelijk gewoon een paar dagen later gewoon mee. Wat is het geworden? Weer een zoontje. Dus nu twee kleine jongens thuis. De naam, dat wil iedereen weten. De naam is Matteo James. Heb je nog ergens naar vernoemd? Nee, dat gewoon, niet. Gewoon mooi. Ja, vond het wel mooi. Nou, fantastisch. En ben je hier? Is dat vreemd? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, vooral de eerste paar dagen zijn natuurlijk heel bijzonder. Die wil je het liefst natuurlijk meemaken. Maar goed, je weet als je dit vak hebt, dan moet je wel eens weg. En dat hoort er dan bij. Dus dat is soms wel eens lastig. Maar ja, uiteindelijk is het ook gewoon weer lekker om te gaan beginnen. Ja, je bent begonnen. Wel apart van de groep. Waarom? Nou ja, voor de winterstop heb ik een paar weken last gehad van mijn knie. Eigenlijk sinds Heerenveen thuis. Daar liep ik eigenlijk steeds maar mee door en op een gegeven moment werd het steeds erger. Op een gegeven moment heb ik in de winterstop, de eerste week heb ik eigenlijk gewoon volledig rust gehouden. En had ik gehoopt dat het snel zou herstellen, maar dat is nog niet het geval. En vandaar dat ik nu ook apart van de groep train om eerst weer gewoon rustig te beginnen. Naast dat ik 3 dagen niet heb geslapen en dan op zich is het vandaag gewoon goed gegaan. Dus is het afwachten hoe de reactie is en van daaruit gaan we weer verder. Kun je nog, die wedstrijd tegen Club Brugge zal wel wat te vroeg komen denk ik morgen? Ja, nee, die ga ik sowieso niet spelen, nee. En dan is het alles op Roda, zeg maar, uit. Daar streef je naar. Ja, dat is wel de bedoeling. Om gewoon tegen die tijd, en ik hoop al veel eerder dat ik gewoon volledig weer kan meetrainen. Want rustig beginnen is ook niet alles en helemaal niet als je apart van de groep bent. Nou, wat gebeurt die tweede seizoen zelf, hè? Ja, absoluut. Ik bedoel, denk dat niemand tevreden kan zijn over de eerste helft. Dus we hebben zeker wat recht te zetten, denk ik.